Als je kijkt dan wat eventueel valkuilen zouden zijn, of waar je als docent echt op moet letten, is zelf ook goed kijken in wat voor een opdrachten geef je nou eigenlijk. Dus hoe breed maak je de opdrachten die je leerlingen geeft? En in hoeverre stuur je in een opdracht al bijvoorbeeld richting trefwoorden? Want door een taak op een bepaalde manier te formuleren, kun je ook al aanwijzingen geven. Je kunt ook de zoekvragen weggeven. En trefwoorden al in de taak zetten, laat maar zeggen. Maar dat kun je ook veel vager laten. Dus het is van belang om goed te kijken van hoe formuleer ik een taak. En verder wat we ook weten is dat als leerlingen informatie gaan zoeken over een bepaald onderwerp, dat ze zich laten leiden door hun eigen mening. Stel ik moet iets schrijven over klimaatverandering en zijn wij als mensen nu verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Als leerlingen daar echt een heel duidelijke mening over hebben van ja, daar zijn wij debet aan, wij zorgen voor die opwarming. Dan zul je zien dat leerlingen ook informatie selecteren die aansluit bij die mening. En wat voor type werkstuk wil je nu? Wil je een betoog van iemand of wil je dat verschillende kanten worden afgewogen? Maar dan moet je de taak ook anders formuleren. Dus het is wel van belang om goed na te denken, wat vraag ik nou eigenlijk van die leerling? Wat voor taak formuleer ik? En wat voor informatie gaan leerlingen vinden? En hoe gaan ze daar dan, nou ja, hoe kunnen ze dat verwerken, zullen we zeggen? Dus dat is wel, het is niet zozeer een valkuil, maar het is wel iets waar je over na moet denken.